Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze eerste seminar, webinar, excuses, ecosysteemdiensten. Een hot item, alleen nog niet zo heel erg bekend op golfbanengebied en de verbinding die we van binnen naar buiten kunnen maken. Maar hopelijk wordt daar vandaag of vanavond het een en ander duidelijk, meer duidelijk in. Het webinar Ecosysteemdiensten, maatschappelijke kansen voor golfbanen met ecosysteemdiensten. Als we het over structureel duurzaam beheer hebben binnen Golf Nederland, dan denken we altijd eerst even aan GEO. GEO is het on-core systeem waarbij we het duurzaam beheer in Nederland inzichtelijk maken. Het wordt al bijna door meer dan 100 golfbanen actief gebruikt. Inmiddels kijkt zelfs sport in het algemeen meer dan jaloers naar ons in hoeverre we al inmiddels zijn met deze certificering en duurzame intentie. Ik denk ook echt dat we met GEO een ontzettend krachtige tool in handen hebben. GEO is echt een kwaliteitszorgsysteem. Het helpt je anticiperen en voldoen aan veranderende wetten en regelgeving. Bijvoorbeeld hoe de nieuwe natuurbescherming is ingericht. Het helpt met beschermen van clubs en bestuurders en directies tegen aansprakelijkheidsrisico's binnen de scope van duurzaamheid. En het helpt je met het toekomstbestendig maken en een gedegen bedrijfsvoering. Het helpt je met beschermen van je reputatie en geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van golf als sport. Versterkt overheidsrelaties en de invloed van golf per baan, maar ook als sector. Het garandeert de consistentie ook binnen het beheer en management van golfbanen. Het helpt mee in inzicht krijgen en bewust worden. Het helpt met compliance, wetgeving. De hele wetgeving komt binnen GEO aan orde. De wetgeving op het gebied dus van het beheer van de golfbaan. Je kan je eigen ambitieniveau bepalen. Het werkt heel planmatig en wat ook belangrijk is, het wordt onafhankelijk geauditeerd. Dus als je het over duurzaamheid binnen, duurzaam beheren binnen golf, dan denk je al gauw aan GEO. Maar wat is nu het verband tussen GEO en ecosysteemdiensten? Tijdens de GEO-certificering om het golfbaanbeheer te verduurzamen, wordt een heleboel inzichtelijk gemaakt en geïnventariseerd, waaronder ook ecosysteemdiensten. Wat denk ik de grootste kans is, die we nu nog niet goed uitvergroten, is het verwaarden van die ecosysteemdiensten. Dus de focus voor de mogelijkheden om de ecosysteemdiensten op de golfbaan te verwaarden, maar om ze van waarde te maken voor je baan, maar ook voor de omgeving. Dat is het grote verbinding tussen GEO en tussen ecosysteemdiensten. Dus we inventariseren al een heleboel op het gebied van ecosysteemdiensten. Maar hoe we ze eigenlijk moeten gaan verwaarden of een ander woord verzilveren, dat willen we met ecosysteemdiensten nog verder inzichtelijk gaan maken. Wat zijn nou die kansen voor golf? De achterliggende gedachte van ecosysteemdiensten is eigenlijk dat het landschap verschillende elementen bezit die van een lokale dienst kunnen zijn voor de welvaart en welzijn van mensen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld water, je kan wateropvang doen, je kan waterzuivering aanwerken op een golfbaan. Straks een van de volgende presentaties, Dirk Jan gaat daar verder op in, die gaat echt uitleggen wat ecosysteemdiensten nog meer zijn en hoe de kansen zijn om ze nog meer te waarderen of te verzilveren. Nog één voorbeeld misschien is bijvoorbeeld, er zijn een aantal golfbanen die vroeger op landbouwgebieden zijn gelegd. En landbouwgebieden zijn vaak heel erg bemest, die zitten vol met nutriënten. En door het beheer van golfbanen, dus het maaien en het afvoeren van gras, verschalen wij weer en halen wij heel veel nutriënten weg. Dus wij maken die bodem weer gezond. Dat is een ecosysteemdienst waar vaak niet in eerste instantie aan wordt gedacht. Maar Dirk gaat dat direct in de volgende presentatie verder op in. Hoe komen we nou terecht eigenlijk bij Van Hal Larenstein en Buitingadvies?
komt door middel van een Kiem-project. In het begin van 2020 heeft Van der Larenstein ons benaderd. Want zij kunnen via een Kiem-project kunnen zij financiële ondersteuning aanvragen en verkennend onderzoek doen met partners uit de praktijk. En dan is en via de kansen met één systeemdienst op golfbanen zijn zij een grote kans om met ons zeg maar een heel interessant onderzoek op te starten. Vandaar ook dat je dan zo'n Kiem-project start om te kijken van is zo'n onderzoek echt haalbaar. Dit is het Kiem-project geweest, van binnen naar buiten. Hè. Dus ecosysteemdienst is echt de verbinding maken. Hè. Dus alles wat we hebben op de golfbaan, de verbinding maken met de buiten. Dit onderzoek is gecoördineerd door hogeschool, hè, door de Hogeschool van Larenstein. En buitenadvies die ook al langere tijd actief is binnen golf en vaak werkzaam is met NGF, ondersteunt ons daar ook bij. Kijk ook eens echt op de NGF-pagina ESD. Daar is ontzettend veel informatie te vinden over ecosysteemdiensten en alle onderzoeken en de verslagen die we al gedaan hebben. Dus hoe kunnen we nou, dat waren de twee vragen, hoe kunnen golfbanen een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit en klimaatbeheersing? Dat hebben we in eerste instantie onderzocht. En we hebben hoe kunnen lokale ecosysteemdiensten bijdragen aan de bedrijfskundige en recreatieve waarde van de golfbaan. Dus dit hebben we door middel van een aantal enquêtes gedaan. Enquêtes onder leden, onder de spelers, maar ook enquête onder de bedrijfsvoering. En daarmee samen en die uitkomsten hebben we echt hele interessante inzichten gekregen die we ondersteunend genoeg vinden voor een volgende fase van dit project. Een resultaat bijvoorbeeld was dat het echt wenselijk is om duurzaamheid verder uit te breiden via ecosysteemdiensten. Een ander resultaat wat er uitkwam was dat ecosysteemdiensten die we constateerden op golfbaan echt relevantie hebben voor golfbanen. En wat we ook als voorbeeld een hele grote zien is de biodiversiteit op golfbanen. Biodiversiteit, en dat is natuurlijk een van de grote vraagstukken die we op dit moment hebben hè, in de wereld. Hè, is de verminderende biodiversiteit die ook al plaatsvindt. Golfbanen kunnen daar een hele grote rol in spelen. En met de afdeling duurzaam beheer en agronomie, wij groepen dat af. We hebben het daar al heel vaak over, maar ook via nu. Het ecosysteemdienstenonderzoek komt dat echt naar voren dat golf een hele goede rol kan spelen. Door middel van het verbinden van de ecotopen of stapsteenverbinding of corridorverbinding. Zo ziet het programma er een beetje uit. Dit was eigenlijk in het kort mijn introductie en ik heet jullie allemaal van harte welkom. Dirk-Jan Stobbelaar zal zo van mij het woord overnemen. Dirk-Jan Stobbelaar is de lector Duurzaam Landschapsbeheer uit de Hogeschool van Hal Larenstein. Dirk-Jan zit ook in de werkgroep Ecosysteemdiensten van golfbanen en heeft vanuit zijn kennis van landschapsbeheer ook ongelooflijk veel input geleverd aan het eerste traject. Dag allemaal. Mijn presentatie heet Ecosysteemdiensten. Die moeten eigenlijk instaan in het licht van het maatschappelijk belang van duurzaam landschapsbeheer. Dus ik wil eigenlijk vertellen dat we toe moeten naar een situatie waarin het landschap als geheel duurzaam beheerd wordt. Omdat wij, we hebben nu allerlei problemen in de wereld. Waar ik niet over hoef uit te weiden, maar het gaat van klimaat en biodiversiteit en water en noem maar op. En dat moet allemaal in het landschap opgelost worden. Ruimtelijk moet dat opgelost worden. Ik wil heel graag zien, ik wil heel graag aan jullie vertellen hoe ecosysteemdiensten daarin passen. Want er zijn, als het gaat over duurzaam landschapsbeheer, eigenlijk twee standpunten die ingenomen kunnen worden. Het ene standpunt gaat ervan uit dat de natuur een waarde op zichzelf heeft. En dat wij daarom gewoon goed moeten zorgen voor de natuur. Maar er gaat ook steeds meer aandacht uit naar een ander standpunt.
waarin wordt gezegd, nou, dat kan waar zijn, maar we moeten ook kijken naar de waarde van de natuur voor de maatschappij. Want dan kan het pas echt duurzaam worden. Dus dat standpunt zegt eigenlijk dat duurzaamheid, sustainability, pas ontstaat als je een balans kunt vinden tussen het ecosysteem, de planet, zoals dat hier dan genoemd wordt, en de belangen en de wensen van mensen, dus people, en het feit dat er ook geld verdiend moet worden, dus dat er profit gemaakt moet worden. En die balans moet voortdurend gezocht worden, dus er moet een soort wisselwerking ontstaan tussen deze drie belangen, zou je kunnen zeggen, en dan ontstaat er duurzaamheid. En wat ik eigenlijk wilde vertellen vandaag is dat ik denk dat ecosysteemdiensten in dat laatste gesprek, in dat laatste debat, in die laatste zienswijze over hoe duurzaamheid ontstaat, een belangrijke rol kunnen spelen. Omdat je met ecosysteemdiensten namelijk ook woorden kunt geven aan deze relaties. Dus je kunt eigenlijk beschrijven wat de planet, wat de natuur kan betekenen voor de maatschappij, dus de people, en wat je ook kunt verdienen aan de natuur. En je kan anderzijds via die ecosysteemdiensten ook goed beschrijven wat het betekent als mensen die diensten van de natuur krijgen, wat zij dan terug kunnen betekenen voor het beheren van de natuur. Want het idee achter ecosysteemdiensten is dat je goed omgaat met bronnen die iets betekenen voor jou. Dus op het moment dat je waarde geeft aan de natuur, omdat het waarde heeft om er iets aan te verdienen, of omdat mensen er op een andere manier wat aan hebben, dat je er dan ook beter mee omgaat. En zo zullen ecosysteemdiensten hopelijk dus ook kunnen bijdragen aan het behouden van de natuur. En dat is nodig, want Koert die vertelde daar al wat over. De huidige biodiversiteit wordt door veel mensen omschreven als dat die op het randje staat van een kantelpunt waarna de natuur in een veel slechtere situatie terechtkomt met veel minder diversiteit. Wat dan op zich ook weer betekent dat de natuur ook minder ecosysteemdiensten kan leveren aan de mens. Wat tot gevolg zou kunnen hebben dat het welzijn van de mens ook achteruit gaat. Dus je zou hier heel mooi het voorbeeld kunnen aanhalen van de klimaatverandering. De wereld, de natuur is tot voor kort heel goed in staat geweest om een teveel aan CO2 op te slaan. Dus heel veel CO2 is in de oceanen vastgelegd. Op allerlei andere manieren is dat ook vastgelegd. Maar dat lukt niet meer. Dus het is verzadigd. Dus nu zie je dat we dat kantelpunt naderen, dat de natuur niet meer in staat is om de ecosysteemdienst vastleggen van CO2 goed te vervullen. En dat we in een versnelde achteruitgang komen, met als gevolg die klimaatverandering waar we nu last van hebben. Oké, dus we moeten wat aan doen. We moeten die biodiversiteit beschermen. En dat moeten we natuurlijk doen omdat we vinden dat die biodiversiteit op zich waarde heeft. Maar dat gaan we ook doen omdat we vinden dat die biodiversiteit iets voor ons kan betekenen. Nou, wat kan die biodiversiteit dan voor ons betekenen? Nou, Koert heeft daar ook al een plaatje van laten zien. Zoals ik al aangaf, wat het grote belang van dit soort plaatjes is dat het aangeeft welke waarde natuur kan hebben. Dus het geeft eigenlijk ook woorden aan de natuur, zou je kunnen zeggen. Wat je in het linker plaatje ziet staan is dat ecosysteemdiensten veelal in vier categorieën worden onderverdeeld. In de producerende diensten, in de regulerende diensten, in de culturele diensten en de ondersteunende diensten. En de producerende diensten, dat is redelijk simpel. Dat is ook
grondstoffelijk, dat is ook te zien vaak. Dat gaat over voedsel en water en lucht en brandstof. Wat we allemaal krijgen vanuit de natuur. Daarnaast zijn er de regulerende diensten die wat lastiger te zien zijn, maar die ook nodig zijn om te zorgen dat die producerende diensten ook kunnen blijven bestaan. Naast dat ze ook voor de natuur als geheel van belang zijn. Dus dan hebben we het over koolstofvastlegging, bestuiving, plaagbestrijding enzovoort. En dan een voor golfbanen ook zeker heel belangrijke categorie zijn de culturele diensten. Het gaat over recreëren van de leden, maar ook van de niet-leden en van de omwonenden. Het gaat om gezondheid van mensen die in de buurt wonen. Over inspiratie, over genoegen. Een hele lijst. Daarom staat er ook een aantal puntjes onder, omdat deze lijst veel groter gemaakt kan worden. Nou, en dan hebben we het nog over de ondersteunende diensten. En dat zijn diensten die zorgen dat die andere diensten ook allemaal gestapeld aanwezig kunnen zijn. Dus in het ecosysteem zitten al deze diensten, maar het ecosysteem moet één geheel blijven, moet intact blijven, om ook deze gestapelde diensten die erboven staan ook te kunnen leveren. Dus dat noemen ze ook wel de lijmfactor van het ecosysteem. Oké, nou, dat zijn. Hier kunnen we heel lang over praten. Het is belangrijk om een beetje te begrijpen wat deze zaken inhouden. Omdat dit dus het gesprek met de omgeving ook kan vormgeven. Omdat je hiermee ook kunt aangeven van nou, wat kunnen wij eigenlijk leveren aan die omgeving. Ik wilde nog een klein beetje vertellen over wat daar de laatste tijd verder nog over gedaan is. Want je ziet aan de rechterkant ook een plaatje waarin een aantal miljarden genoemd worden. Dat wordt geld genoemd. Dus er is een stroming geweest die heeft gezocht naar mogelijkheden om ecosysteemdiensten ook op geld te zetten. De vraag is of dat echt heel zinvol is. Maar ik wilde daar toch eventjes iets van laten zien. Hè? Want hoe werkt dat dan? Dat werkt door dat je aan de ene kant dan links zie je dat in kaart moet brengen welke ecosysteemdiensten in een bepaald gebied aanwezig zijn. Nou, daar hebben we net dat model voor gehad. Hè? Dus je kunt kijken van dit zijn mogelijke ecosysteemdiensten. Zijn die in deze situatie ook te vinden? Dan kun je er dus een waarde aan geven, wat ik net al aangaf, waar mensen mee bezig zijn geweest. En dan is de laatste stap, en dat is de meest cruciale stap, is van kan je die waarde ook verzilveren? Dus kan je ook er echt aan gaan verdienen? Of kan je echt ook besparingen daarmee zien te bereiken? Op een of andere manier, omdat je een dienst levert aan iemand dat je zelf een besparing hebt of omdat je een dienst levert aan iemand die daar een besparing mee gaat hebben. Bijvoorbeeld omdat je droogteschade kan voorkomen. Over dat waarderen, daar is dus heel veel onderzoek naar gedaan. Een voorbeeld daarvan is iTree. Dat is een systeem wat in Amerika ontwikkeld is, maar wat nu ook veel in Nederland gebruikt wordt om de waarde van bomen te bepalen. Dus we zien helemaal rechtsboven dat er een aantal ecosysteemdiensten zijn die vasthangen aan bomen. En iTree is een systeem waarin je door middel van de metingen aan de boom, dus hoe groot is de boom, waar staat de boom en dergelijke, een berekening kan laten doen over de mogelijke ecosysteemdienstwaarde, dus de opgetelde ecosysteemdienstwaarde van een boom in de stad. Heel veel andere berekeningen zijn er ook gemaakt. We zien onderin een publicatie uit Nature, The Value of the World's Ecosystem Services and Nature Capital. Dat is een veel geciteerd onderzoek wat heeft gekeken naar wat de waarde van de ecosystemen op de aarde is. Dat zijn ongelooflijke bedragen. Een van de eerste onderzoeken die daar in Nederland door Dolf
Rudolf de Groot naar gedaan. Zijn richting de Waddenzee. En die heeft gekeken naar de Waddenzee als kraamkamer voor de Nederlandse visserij. Het is een kustbescherming. Het is een recreatiegebied. het heeft heel veel functies die allemaal een waarde hebben. Alleen, het probleem is natuurlijk dat die waarde niet zomaar te verzilveren is. En daarom zal er, zeker als het gaat over golfbanen, veel meer nagedacht moeten worden over, maar wat zijn nou de ecosysteemdiensten die je kunt verzilveren? En daarom ga ik even terug, want ik vond dat dit een betere optie was. Dus je moet heel goed kijken van waar ligt er een behoefte? Nou, bovenste plaatje zie je een golfterrein met heel veel water. Nou, dat zou een waterbuffer kunnen zijn in gebieden waar er een teveel aan water is of een tekort aan water is. Hè? Want een teveel aan water kan tijdelijk opgevangen worden. Als er een tekort aan water is, dan kan dat weer teruggesluist worden naar de gebieden waar dat nodig is. Daarmee kan je dus een dienst leveren. Het onderste plaatje laat de ecologische hoofdstructuur in de buurt van Leeuwarden zien, waar de Groene Ster ook ligt. En waarbij je kunt zien dat de Groene Ster onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur in de buurt van Leeuwarden. Dus Koert gaf al aan dat het steeds duidelijker wordt dat golfbanen een belangrijke stapstenen kunnen zijn voor dieren. Nou, dit is beleid, dit is wat de overheid wil. En die wil een ecologische hoofdstructuur maken. En golfbanen kunnen daar dus een rol in spelen. Straks de volgende presentatie zal daar ook nog verder op ingaan. En zo kun je dus ook kijken naar, bijvoorbeeld naar wandelen. Dus ik heb hier een voorbeeld gevonden van een golfbaan in de buurt van Margraten, die ook met het thema wandelen adverteert. Dus je kunt wandelen over een deel van de baan. Het golfterrein is onderdeel van een recreatieve mogelijkheid, zou je kunnen zeggen. En zo kan je natuurlijk ook naar het gebouw kijken. Dus ik noem maar wat voorbeelden. Hè. Het gebouw is niet een ecosysteemdienst. Maar het gebouw zou diensten kunnen leveren die versterkt worden doordat het in een landelijke omgeving ligt. Dus dan is die omgeving is eigenlijk de ecosysteemdienst die maakt dat je je clubhuis kunt verhuren of kunt delen met organisaties waar je een bepaald verband mee hebt, waar je dan ook weer voordelen van kunt hebben. Dus zo moet je eigenlijk gaan kijken van wat zijn de waarden die ik op mijn baan heb en hoe kan dat bijdragen aan de wensen en die er zijn in de omgeving. Nou, een nog heel mooi voorbeeld van waar dat heel erg goed heeft uitgewerkt, deze manier van denken, dat is de Markerwadden. Omdat mensen bij Natuurmonument dachten, ja, dat Markermeer, dat is eigenlijk niet meer wat het moet zijn. Hè. Dat is een beetje een soeperig, ondoorzichtig, troebel water geworden. En wij staan voor de natuur. Wij willen heel graag dat dat een hoge ecologische kwaliteit krijgt, maar we hebben niet genoeg geld en we hebben niet genoeg macht om dit te kunnen veranderen. Dus toen hebben ze gezegd, maar die Markerwadden, die zijn er ook voor de vissers. Nou, de vissers kunnen er op vooruit gaan als het water helderder wordt, want dan komen er andere en meer vissen. Recreatieondernemers gaan erop vooruit als het water helderder wordt, want dat is goed voor de recreanten. En dit Markerwaddenproject kan ook nog een aanlegplaats zijn, een recreatieve plek waar je naartoe kan. Dus het is ook goed voor de recreatieondernemers. De waterschappen, de Rijkswaterstaat, hebben ook behoefte aan schoon water. Zo is dus deze meneer van Natuurmonumenten, die heeft bedacht, wat kunnen de ecosysteemdiensten zijn van een schoon Markermeer? Nou, dat zijn er nogal wat. En die heeft hij dus verkocht met het idee van het maken van het Markerwadden. En zo is het hem dus gelukt om ecosysteemdiensten in te zetten als een samenwerkingsinstrument. Om dus gezamenlijk te gaan werken aan dat doel. Iedereen heeft andere doelen, maar wel op dezelfde manier te bereiken. Namelijk door het maken van die Markerwadden.
Nou, zo zou je dus ook naar golfterreinen kunnen kijken. Het ligt ergens. In de buurt heb je landbouw, je hebt stedelijke ontwikkeling, je hebt natuurterreinen, er is water. En je kunt je dus dan afvragen van wat zijn de wensen en de behoeften van de verschillende partijen die in mijn omgeving liggen. En kan ik in mijn terrein daar ook iets voor betekenen? Dus is het zo dat mijn golfterrein een buffer kan zijn tussen de landbouw en de natuur? En de dus kan het iets betekenen voor de natuurbeschermers? Kunnen de recreatieondernemers die ook in de buurt zitten, kunnen die iets met het terrein waar wij op zitten? Kunnen wij bijvoorbeeld iets betekenen voor waterretentie voor de boeren? Dat wij in droge tijden water naar hun laten lopen. Enzovoort, enzovoort. Dus het is nogmaals echt een manier om te laten zien dat je er mag zijn. He, dat je als golfvereniging ook een maatschappelijke rol kan spelen die verder gaat dan dat het voor de leden interessant is en prettig is om een balletje te slaan. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, maar het laat je eigenlijk ontdekken welke waarden er allemaal aan een golfbaan kunnen hangen voor de omgeving. Dankjewel voor die helpende presentatie. Je uitleggen wat ecosysteemdiensten echt zijn en waar de kansen liggen voor golf. En ook bedankt voor al je input die je brengt bij het hele proces waar we met z'n allen in zitten. Ik wil nu graag Jonas uitnodigen voor zijn presentatie. Jonas Theeuwen, student Wildlife Management op de Hogeschool van Hall-Larenstein. Hij heeft voor zijn afstudeer onderzoek gedaan naar de natuurlijke verbinding tussen golfbanen en een omgeving. En ik heb ook, misschien als jullie ook de video hebben gekeken van Zwolle, hè, van het interview van Zwolle, kan je horen dat tijdens dat onderzoek van Jonas echt hele mooie dingen naar buiten kwamen. Tussen de verbinding van de natuurwaarde op de golfbaan, maar ook die met de omgeving. Dus ik ben heel erg blij dat Jonas vanavond ook deze presentatie wil doen. Om ons laten zien van wat hij allemaal gevonden heeft in die onderzoeken op die vier verschillende golfbanen. Ja, goedenavond. Mijn naam is Jonas Theeuwen. Ik ben student Wildlife Management, kom oorspronkelijk uit Duitsland en studeer bij Van Hall-Larenstein in Leeuwarden. Vanavond wil ik jullie vertellen waarmee ik voor mijn afstudieopdracht de laatste paar maanden bezig was. Daarvoor heb ik drie en die vier golfbanen onder de loep genomen om te zien welke waarde ze voor biodiversiteit eigenlijk kunnen leveren. Want Verlies von Biodiversität ist ein von den großen maatschappelijke Problemen, als jullie alle haben gehört. Der Wandel von Klimat und Versnippering von Leefgebieten und so fort wurde stets drastischer. Dus darum ist das ein Beti, warum ich das gerade tun. Bovendien ist Biodiversität auch ein Ökosystemdienst. Eben allgemein outlegen, was ein Ökosystem eigentlich ist. Ökosystem betekent mit LK und mit Umgebung verbunden sein. Biodiversität ist die Verschiedenheit an Leben auf Erde in allerlei Formen. Dabei beide Dinge sein auch der Mensch mit inbegriffen. Natürlich hängt Biodiversität ab von Qualität und Diversität von Habitats. Und da kommen dann die Golfbahn ins Spiel. Jan Derk haben vertellt, levert Biodiversität mehrere Ökosystemdiensten tech-like, so als schone Luft, fürs Water, Bestäubung und so fort. Hier lade ich Juli ein Vorbild sehen von einem Golfbahn in den Raving. Das ist auch mehr der Haut, haben Juli auch gesehen. Der westliche Kant sein so Umgebung von Bossachtelgebiet, nicht so in der Saut. Ostlich von der Golfbahn liegt da sehr viel Landbaugebiet. In Oranje geklärt ist vornereich Ackerland. Das, ja, ich habe mir die Frage gestellt, welche natürlichen Elemente seine innen um der Golfbahn umher und welche Sorten das Laten sehen. Da habe ich einfach gekosen, um Vogels, Lobkäfers und Nachtflinders davon Gegevens zu versammeln. Want vogels zijn heel goede indicators voor grootschalige landschappen. Want ze zijn toppredatoren.
Lobkäfers und Nachtflinders da in Tegen sein, hergeschickt, um als Indikator vor kleinschalige Landschaften gebraucht worden, von ein Kilometer tot ein Quadratmeter. Ist das hier gut? Ja. Hier ist dann ein Drohnenfoto von der Meere, hätte ich auf der Webseite von hin, um die Karte auch noch ein Kehr in Real zu laden sehen, im Prinzip. Das sind allerlei Elementen von der Golfpantasien, Grasland, Bomen, die als Begrenzung zwischen den Fairways dienen. Und das sind natürlich auch allerlei Habitats, nicht so als Open Water, auf Waterparteien, die da zurechtkommen. Und hier ist Misrin auch ein guter Instig, um über nachzudenken, weil hier ist der Übergang von Grasland nach der Waterpartei Hilscherb. Das kann ja ein bisschen über nachgedacht worden, bei so jetzt Kleinstücke Riedvegetatie auf Ufervegetatie zu laden grün. Weil da sind dann auch hier viel Insekten in Vogelsbleime. Ja, hier in der rechten Kante können Juli auch das Skyline von Almere sehen, und hoch rot eigentlich so ein Golfbahn ist und auch der Übergang nach der natürlichen Umgebung. Ja, also ich vertelle seine allerlei Habitats in den Golfbahn. Hier ist ein neue Reuchte, auf dem Vorbild von den Reuchte, die Overgraten aus Strauklach in Baumgrub auf Bossrand. Ja, sind allerlei andere natürliche Habitats auch zu finden. In Nederland seien nämlich ungefähr 250 Golfbahnen. Das macht eine totale Oberfläche von mehr als 100 vierkante Kilometer aus. Und was besonders ist, dass auch elke Golfbahn unik ist. Denn hoffentlich hilft auch elke Golfbahn sein Ökosystem bei deren Läden, die wahrscheinlich auch unik sein. Ja, hier noch ein Tegenoverstelling von der Trich-Golfbahn mit dem Kartboven ob. Almere, als vertellt, heel bossachtig, hier auch zu sehen. Zwolle passt auch hier gut in der Umgebung mit der troche Heischalgraslanden. Oh, sorry. Wand hier überall Pionier, Landschaft, Landbaugebiet. Mal auch hier divers, hier viel Graslanden, Straukrevas. Und auf der rechten Kante können die Leoparden sehen, da ein Tieren hell natt. Feenachtig Gebiet mit hier viel Waterparteien, als wir hier oben können sehen, ist der Natura 2000 Gebiet durch Rote Wielen. Und hat Rekreationsgebiete, Grunes, der das hier viel Weidevogel, Graslanden, Morasslandschaft. Mal, wie können wir nun eigentlich beurteilen, ob ein Golfbahn gut in der Umgebung passt? Dafür habe ich eine Sierzimmer-Methode gebraucht. Das bedeutet, dass ich alle Vogels in Gruppen habe zusammengestellt, die dasselbe Habitat-Eisen haben. Und die Verdeling in Samenstellung erfahren, hilft dann Insicht über Möglichkeiten für Biodiversität und Landschaft für die Zukunft. Ein Vorteil ist, dass Vogelgegevens auf Park versammelt worden von nächster Golfbahn und der enthusiaste Läden. Das hilft meine Werkbeete makkeliger gemacht, weil von Meneer Brooks habe ich ein neues Fauna-Protokoll auf dem Internet gesehen, wobei alle Vogels auch erinnert standen, das seien 107 Sorten gewesen, diese haben wahrgenommen in dem Jahr 2019. Und in total sind in der Umgebung von Zwolle 198 Sorten gesehen, das beste hohe Percentage. Hier können Juli auch die Verdeling sehen von den verschiedenen Vogelgruppen in den Habitats, das Straukras, Pionier, Ried, Open Water, Hausen, Boss und Boden habe ich da mehr ingenommen, die auch überall auf der Golfbahn zu finden sein. Behalve Hausen, das ist da auch ein bisschen minder. Dann in der Umgebung, mal der Peak bei Strauk Habitat und Grasiger Habitat ist eigentlich ungefähr dasselbe. Ihr könnt ein bisschen sagen, dass die Vogelgruppen aus den Bäumen, des Bossranden und Open Bäumen, die umher stehen, in der Riedvegetatie untervertreten worden sein. Dasselbe habe ich auch vor Nachtflinders und Lobkäfers getan, aber da habe ich allein mal die Gegevens von der hele Umgebung von Zwolle gehabt, aus dem Internet. Weil was ein bisschen lastig, teilens Corona
overal het fauna monitoring te gaan doen. En sommige zeggen dat ik te lui was. Nu kom ik eigenlijk naar, het leukste deel van de hele afstudieopdracht. Het was de veldwerk. Kunnen jullie hier zien. Ik mocht het eerste keer van mijn leven met zo'n golfkarretje rijden. Da bin ich hier blij mee geweest, dat ik daar dan alle spullen mee kon transporteren. En hier ben ik net bezig mee een potval in te graven. Algemeen was de veldwerk hier makkelijk te organiseren. Je hebt relatief snel veel data gekregen. Daar had ik ook een voordeel tegenover andere studenten die ik ken. In principe is het ook door iedereen uitvoerbaar. En heel belangrijk, het is goedkoop. Zoals jullie zien is hier een offset van... hoe ik de beesten heb gevangen. Links een plakval, waarmee je vooral vliegende insecten kunt vangen. En hier is een potval, waarmee je vooral grondbewohnende Insekten fangt. Zoals jullie hier kunnen sehen, allerlei Lobkäfers, verschillende Sorten, Spinnen, Rübsen, Mieren enzovoort. Ja. Das hier ist ein Lettemmel, damit habe ich Nachtflinders gefangen. Das ist eine sehr praktische und simple Methode. Wurde auch von der Flinderstichting geraubt. Ihr hofft nicht die hele Nacht dabei zu sein, weil es hilft eine Batterie, mit LED-Lampe. Ja, hat sehr neue Besten gefangen, so als hier der rote Bär. Und ihr denkt, misschien nu bin ich helemaal ein Insekten-Nerd, aber das weiß ich überhaupt nicht. Hat glücklich Hilfe gekriegen von einer leuke Determinatie-App, die noemt zich Ops Identify en daarmee was het heel makkelijk allerlei soorten te determineren. Vooral nachtvlinders heeft daar een heel goede success rate gehad. En je maakt gewoon een foto, probeert de dier centraal te plaatsen en dan doet eigenlijk de app de hele werk voor jou. En zo kon ik zelfs met weinig meting een nieuwe soort vinden die nog nooit eerder in Leeuwarden is voorgekomen, de zesstreepuil. Hier ist noch ein Beweis, dass eigentlich iedereen das kann tun. Das ist der Frieske Freiwilligerstag. Hier rechts könnt ihr Martin Reitzma sehen und hier Corrie van Hilton, die bei der Geokommissie sein. Und auch die haben mehrgetan, um Flinders zu determinieren, haben auch die App gebraucht auf Determinatiebooken. Das ist eigentlich was auch ein Success, sehr viele Sorten gekriegt. Im Total hatte ich 95 Sorten Nachtflinders. En 47 soorten loopkevers en nog een heleboel andere soorten insecten. Hier ben ik net bezig met het determineren van vlinders, want dat kan meteen ter plekke gedaan worden. Ja, de loopkevers heb ik meegenomen in alcoholdoosjes en dan thuis determineerd met een loepje. Wat is ook verbaasd hoe mooi sommige van de beesten zijn, net zoals die vlinders. Dat is hier een populieren pijlstaat, dus... Kommt natürlich vor, war Populierungsplan. Eigentlich sehr simpel. Hier noch ein Vorbild von der Verdeling von der Nachtflinders. Hier sind die Resultaten von der Lettemmers. Der Peak bei Riedvegetazis auf Riedhabitats ist eigentlich das erste. Iets minder vertreten worden bei Boss- und Bohmsorten, aber das hängt wahrscheinlich eher mit Samen, dass er entsetzend viele Sorten sein. Aber in total habe ich beinahe ein Drittel von alle Sorten Nachtflinders gefangen mit mal ein paar Tagen Zeitbestätigung. Ja, und hier können jullie noch ein Kart sehen von der Hoftökotopengruppen mit seinen Grasslanden in Braun. Das hier ist ein kleines Stückchen Boss, nicht so als der Jan Alhilf vertellt, Stückchen von den EHS. Und hier lichtblau sind alle Morass und Riedvegetazis geklärt. Dunkelblau dann die Warteparteien. Denn hier ist ein Vorbild, wo dann die Storymap heraussieht, auf hohen Teil von der Storymap heraussieht. Das ist alles noch ein bisschen detaillierter. Da sind die verschiedenen Hoftökotopengruppen noch unterteilt in kleinere Naturtypen auf Nauskörricher. Damit konnte ich dann mehrere Portfolios marken von Elke Rolfbahn mit verschiedenen Sorten, Tieren, die hätte als Indikator dienen, auf die ich selbst hätte gefangen in Naturtyp. Die da vorkommen. Ja. Samenfappend lässt sich sagen, dass Verbindung seine All mit der Natur und Ökotopen, Golfbahn ist all ein Stückchen Natur, kennen es bis dort sowieso.
Je kunt inzicht krijgen door monitoring van insecten bijvoorbeeld. Dat kan new toevoeging zijn. Dat is heel simpel en krijgt misschien andere data voor een kleinschaliger landschap dan met vogelgegevens. En algemeen is er altijd ruimte voor ontwikkeling en nieuwe methoden, wat natuurbeheer anbelangt. Ik zelf heb heel veel geleerd, dus zelf nog nooit ervaring gehad met monitoring van insecten, of het vangen van insecten, of determineren. Maar ja, ging dann super schnell, na der erste Dach. Und selbst der Niederlandse Namen konnte ich dann heel schnell onthouden. Hier noch der Link nach der Story Map. Als iemand dat noch will terugkijken, maar staat ook in het verslag van Vincent of van de ESD. Dus wil ik graag het me nog een keer bedanken. Vooral bij de mensen van de golfbaan, bij de voorzitters die mij lieten langslopen overal op de golfbaan en gekke dingen lieten doen. En bij de geocommissie in Leeuwarden vooral dat ik al die onderzoek mocht doen. Dankjewel Jonas. Dankjewel. Kijk ook echt allemaal eens op dat storyboard. Want er staan super mooie en gedetailleerde informatie staat daar weergegeven. Dankjewel voor je presentatie. En veel succes met je verdere afstuderen. En hopelijk mogen we nog vaker beroep op je doen in de toekomst. Nu wil ik graag doorgaan naar het interview. Wat we hebben gehouden met Golfclub Zwolle, met Dini Broeks, baancommissaris, en Hans Broeks, de voorzitter en de aanvoerder van de Milieucommissie. Helaas is streamen via Teams is een beetje lastig, dus we hebben besloten om het filmpje van tevoren al beschikbaar te maken. Hopelijk hebben jullie allemaal even gekeken, want het geeft echt heel mooi weer wat we op Golfclub Zwolle hebben geprobeerd te doen. Ik zal even een korte samenvatting geven van het interview. Sowieso is Golfclub Zwolle al een hele enthousiaste baan als het gaat om groen en het duurzaam beheer. Ze hebben een ongelooflijk enthousiast en goed on-course traject doorlopen. En wat het mooie is en wat ook uit het interview naar voren kwam, is dat ze heel goed de aanvulling zien met ecosysteemdiensten op het on-course traject. Het Kiem traject heeft Golfclub Zwolle ook inzicht gegeven in de verbinding die de golfbaan op de golfbaan aanwezige natuurwaarden en die van een omgeving. Het was heel mooi dat het onderzoek van Jonas heeft laten zien. Goh, dit zijn de natuurwaarden op de golfclub. Dit is er aanwezig qua flora en fauna. En dit zit er in de omgeving. Het is heel mooi dat zij ook nu die verbinding herkennen. Ze hebben dus ook kennis vergaard. Wat er op het gebied van ecosysteemdiensten. En wat mooi is, het heeft hun ook echt geholpen met die informatie van wat er aanwezig is op Golfclub Zwolle bij het onderhandelen van hun pachtsom met de pachter. Ze hebben daar een aanzienlijke gunstige voorwaarde uitgehaald door aan te tonen van god, dit doen wij ook voor de omgeving. Het is ook leuk om te horen dat Dini en Hans enthousiast zijn nog steeds over ecosysteemdiensten en ook over het duurzaam beheer van hun golfbaan. Ze blijven dus ook enthousiast participeren in het tweede stuk wat we gaan ondernemen op het gebied van ecosysteemdiensten. Kijk alsjeblieft het interview even terug als je het nog niet gezien hebt. Het staat op egf.nl/ESD en het is erg interessant om eens te zien wat we daar gedaan hebben. Ik wil Dini en Hans ook hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid om toch maar even aan dat interview deel te nemen. Want het is ook iets wat je elke dag doet. Nu moet ik nog even, wil ik graag even wat vertellen over deel 2. Wat gaan we nu eigenlijk doen? De insteek van de volgende is echt om dieper te kijken naar welke ecosysteemdiensten voor een golfbaan maatschappelijk en die maatschappelijk dienstbaar zijn tegenover klimaatbeheersing en biodiversiteit, hoe we die kunnen verbeteren. Daarnaast willen we ook gaan kijken welke voordelen ecosysteemdiensten kunnen hebben voor de bedrijfsmatige aspecten van de club. Het vervolgproject kan echt, waar we willen bereiken, is dat er gebruikshandreikingen komen. Waarin bijvoorbeeld staan welke ecosysteemdiensten golfbanen aan kunnen denken.
en hoe ze die inzichtelijk kunnen krijgen. We willen ook ervaringen van golfbanen gaan inventariseren op het gebied van ecosysteemdienst. We willen naar een upgrade van de golfbaan dataviewer werken. Degenen die met OnCourse actief aan de gang zijn, kennen de golfbaan dataviewer al heel goed. Daar staan heel veel informatie in over golfbanen en over hun omgeving. We willen daar ook echt de effectiviteit van ecosysteemdiensten per baan kunnen laten zien in de toekomst. En waar we naartoe willen werken is een lerend netwerk van ecosysteemdiensten golfbanen. En dat, wat we dan zien is dan werkgroepen van golfbanen die bij elkaar in de buurt liggen en die met elkaar hun ecosysteemdiensten of hun ondervindingen met ecosysteemdiensten met elkaar gaan delen. Zodat het een voortdurend doorlopend proces blijft. Waar ik jullie ook nog graag op wil wijzen is webinar 2, donderdag 17 december. Van 7 tot 8, wat kunnen we eigenlijk met al die ESD? En hoe moeten we die nou inventariseren? Wat kunnen we nu echt mee en hoe krijgen we dit nou verzilverd? Hoe kunnen we naar een nieuwe toekomst werken? Want het zijn nieuwe dingen, het is ontzettend hot. Heel veel mensen hebben het erover, maar het is wel allemaal nieuw waar we mee bezig zijn. Dus we zijn ook heel erg gefocust op hoe krijgen we jongere mensen erbij betrokken. Jongere garden. We willen ook echt naar die toekomst. Die toekomst erin brengen. Hè? Ecosysteemdiensten betekent dat je ook over de toekomst nadenkt. Ik denk dat het inventariseren via OnCourse is eenvoudiger. Het wordt steeds eenvoudiger, met name door de apps ook die Jonas ook al noemde. En er komt ook steeds meer ondersteuning van de NGF op het gebied van inventariseren. ESD, ecosysteemdiensten, is echt een toekomstinvestering voor huidige en voor nieuwe golfers. Ik denk dat golfbanen kunnen ook echt een maatschappelijke bijdrage leveren aan het grote biodiversiteitsvraagstuk. We hebben het al een paar keer behandeld. Ecologische elementen kunnen we verwaard worden. Soms worden die ecologische elementen monetair kapitaal. Soms is het ook sociaal kapitaal, zoals nieuwe relaties of samenwerksverbanden. Het is niet altijd meteen geld waar we over hebben, maar ook gewoon dat je contact kunt maken met waterleidingmaatschappijen of met vlinderstichtingen of vogelstichtings of natuurverenigingen om de golfbanen heen. Wat natuurlijk heel veel meerwaarde geeft voor de golfbaan. Er zijn een aantal vragen die we moeten behandelen ook. Krijgen we de presentaties toegestuurd? Die zal beantwoord, ja. De Kleiberg vragen, die zijn ook in overleg met hun pachter. En ik zal hun wel in verbinding brengen met Golfclub Zwolle. Want ik denk dat Golfclub Zwolle echt wel heel veel input kan geven op het gesprek wat jullie kunnen voeren als Kleiburg met jullie pachter. Jaap Beatrice vraagt van de Hoge Klei. In hoeverre willen pachters en pachtverlagen wanneer een ESD wordt geleverd? Wat is zijn belang? Ik denk dat het ook voor Hoge Klei interessant is om gewoon eens even met Golfclub Zwolle in contact te treden. Omdat zij heel veel ervaring hebben met het onderhandelen met pachters en het daarbij gebruiken van ecosysteemdiensten. Ik wil jullie allemaal in ieder geval hartelijk bedanken. En haak aan bij ons tweede webinar op 17 december. En als er vragen zijn, stuur ze nog in de mail. We gaan ze allemaal nog behandelen. We nemen ze allemaal mee. We komen er allemaal nog op terug. En dankjewel voor jullie aanwezigheid en blijf gezond.